ja, vrienden in de Achterhoek en aanhang van de Graafschap. Ja, dit is, ik moet jullie even wat vertellen. Ik ben gewoon zo boos en ik ben zo woest en ergens daartussenin eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk boest op de directie van de Graafschap. Want ik had de Graafschap, die heb ik gevraagd, mag ik even kort een interviewtje maken met jullie aanvoerder over de rechtszaak tegen de KNVB. Dat heb ik gevraagd. En wat krijg ik dan als antwoord van deze domoren van die directie? Want dat zijn het, domoren. En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, nee, we geven alleen interviews aan de rechtshebbende en aan de vaste media. Tot ziens, Harry. Dat is wat ze tegen mij zeggen. En als er nou eentje, en ja, dan moet ik uitkijken dat ik weer niet helemaal uit mijn plaat ga hier, en want de buren slapen. Maar als er nou eentje is, hier, die altijd aandacht heeft gegeven aan de Graafschap. Als er nou eentje is die altijd positief is geweest over de superboeren, die ze altijd hebben gesteund. Hier staat hij, ja. En wat zeggen we dan tegen zo'n gozer? Dan zeggen ze, ja, dat is wel leuk hoor, al die steun van jou. Maar als het ons niet uitkomt, dan krijg je het Lazarus maar. Dat is de mededeling van de domoor van de directie. Dat is het. Ja, want pas geleden heb ik een filmpje gemaakt met Henk de Jong van Cambuur. Ja, die ging naar zijn directie en die directie van Cambuur zegt, ja, maar natuurlijk Henk, ga jij met Harry praten. Want Harry is altijd heel goed geweest voor Cambuur. Kijk, zo kan het ook. Hey, domoren van de directie van de Graafschap. Zo kan het ook. Ja, maar nee, dat doen we niet. Nee, we worden ineens een hele middelmatige, saaie club. De rechthebbende en de vaste media. Terwijl ik meer kijkers heb en meer volgers heb dan vele van de vaste media. Maar dat snappen de domoren van de directie niet. Nee, het is toch werkelijk om uit je vel te spatten. En jullie daar in de Achterhoek, supporters, ook van de Graafschap. Het spijt me zo verschrikkelijk. Want ik had graag zo'n interviewtje gemaakt voor jullie. En ik had graag het een en ander nog over de Graafschap gezegd. Maar dat ga ik helaas, de komende tijd niet doen. En waarom niet? Luister eens even goed. In dit geval is het zo. De liefde komt blijkbaar maar van één kant.